Zo ziet de DJ-tafel eruit. Tijdens schooltijd is het stil, maar als de jongeren klaar zijn met hun lessen, wordt het opeens druk. Wacht. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Hup. Ja, kom je hier vaak, ook in de zomertijden, vooral in de zomertijden, want dan is het ook lekker weer. En dan muziek spelen? Ja, we spelen ook muziek, kinderlijk muziek en ook soms een beetje muziek van deze generatie. De gemeente Amsterdam heeft in 2013 de DJ-tafel in het Nelson Mandela Park gebouwd. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er sindsdien geen klacht binnengekomen over geluidsoverlast. Het geluid van de tafel zou zo zijn ingesteld dat het alleen in de directe omgeving is te horen. De DJ-tafel werkt met zonne-energie. Zoals je ziet is het schijnt de zon best wel veel. Dus dat betekent dat de DJ-tafel volop wordt gebruikt. Zoals je achter me ziet. En dan, hoe gaat dat verder? Je zet je smartphone op de DJ-tafel. En dat gaat automatisch en daarna kan je met de loops, filter en scratch kan je allemaal verschillende geluidjes maken. Naast de geluidstafel is er een plek waar jongeren kunnen dansen. De tafel is vooral bedoeld voor jongeren die creatief bezig zijn met dansen en muziek. Het apparaat in het Nelson Mandela Park is geplaatst naast een basketbalveld en een skatebaan. Zo kunnen jongeren ook meedoen aan andere activiteiten. Op deze manier hoopt de gemeente Amsterdam de jeugd in beweging te krijgen in de buitenlucht. Ik kom hier 2 keer per week. En hoe is het om hier te spelen? Best fijn. Ik heb rustig muziek, ik heb laag muziek en dan kan je hiermee bedienen. Elke woensdag kom ik naar hier omdat ze daar activiteiten doen en dat ik hier kan spelen. Kom je muziek spelen of kom je juist dansen? Dansen. Je kan heel veel muziek draaien en het lijkt gewoon alsof je een echt DJ bent. Maar gewoon oefenen. Het is leuk om voor alle andere kinderen. En als je het samen doet, dan is het ook wel echt veel fijner dan alleen. De DJ-tafel die in Almere komt, moet nog worden gemaakt. En volgens de fabrikant is die eind volgende maand klaar. Wanneer het apparaat in het Laterna Magica Park wordt geplaatst, is nog onduidelijk. De gemeente wil eerst met de buurtbewoners praten. Ook heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Die moeten nog worden beantwoord.